dit stadion. Welkom iedereen, goedemiddag. En laten we maar snel gaan toewerken naar de wedstrijd die hier straks wordt gespeeld. Mijn collega Jeroen Guter en ikzelf, ik ben Siert de Vos, zullen het commentaar voor u verzorgen. We hopen op veel spektakel vandaag in deze Division Rivals wedstrijd. We rekenen op een fantastische wedstrijd. Voor minder? Ja, dan doen we het gewoon niet. Het publiek is gereed, de scheidsrechter is gereed, de spelers zijn er klaar voor. En wij zitten er ook klaar voor. Kortom, we kunnen beginnen. En nu snel schakelen voor de counter. Doelpunt! Zo, dat zit mee ze. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. De score is geopend. Het is 1-0. Nog steeds aan de... Oh, wat een kans! Oh, wat een doelpunt van Martial! De verdediger totaal het bos ingestuurd. Ja, die actie was gewoon perfect uitgevoerd. Hij was er opeens van door en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Tegen de lat, hij blijft in het veld. Vroeg onderschept die bal. Zet verder door. Hij verslaat zijn tegenstander. Het vierde doelman tegen de paal. Zo dicht bij een doelpunt. Maar ja, hij moet er niet tegenaan. Hij moet in het doel. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Hij raakt hem tegen de paal. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Hoog en diep gegeven. De supporters voelen dat dit het moment is dat ze echt kunnen gaan scoren. En gaan nog eens achter het team staan. Teruggelegd via die voorzet. De speler staat in de baan van het schot. Ferran Torres. Saúl. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Daniel Malen. Ruimte hier voor een voorzet. Behoorlijk gehinderd, maar toch goed gepakt. En de keeper? Ja, die levert hem zomaar in. Komt er een doelpunt aan. Knap weggewerkt hoor, door de keeper. Echt geweldig hoor. Hoe die doelman de bal nog tegenhield. Ik tel hem al bijna. Zie het nu even niet. Kijk eens naar die aanval. En hij maakt gewoon zijn derde. Oh, wat een geweldenaar is het toch. Niet te stoppen deze speler. Niet te stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. En daar zit hij gewoon goed tussen. Koekoek, hij is er voorbij. En ze doen het toch nog niet samen met dit doelpunt. Nee, elk doelpunt is meegenomen. Toch? Ja, nou ja, goed. Ze staan nog steeds fors achter. Maar in ieder geval is de achterstand iets draaglijker geworden. We trappen weer af met een stand van 3-1. Ze komen nu dichterbij. Hiermee moet je uitkijken. Alassane Plea. Ferran Torres. Niet meer in balbezit na die ingreep. De thuisploeg is vaker aan de bal dan de tegenstander. Oh! Daar komt de kans aan. Oh, wat een doelpunt van Martial. En je ziet die verdediger denken, hoe stop je zo iemand? Nou, dat kan dus niet. Hij is zo snel. We trappen af met een score van 4-1. Nog steeds met de bal aan de voet. Anthony Martial. Benieuwd wat hij gaat doen. Al slachtige poging om de bal weg te werken.
gezakt onderweg naar de tweede paal. Ja, afgekeurd. En terecht misschien wel, die speler stond net aan buitenspel. Ja, het scheelt weinig, maar toch is het gezien. Het was geen geldige goal. Alassane Plea. Bal naar de andere partij. Anthony Martial. De tegenstander weet er niet aan te stoppen. Sterke tackle, pakt de bal af. De bal weer heroverd. Hij zorgt dat de paas niet aankomt. Daniel Malen. Goed druk gezet hoor. Martial moet hem gaan maken toch? Oh, wat een doelpunt van Martial. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Hij stoomt verderop. Richting het midden voorgegeven. Een geweldige kans van dichtbij. Maar wat doet hij ermee? Helemaal niets. Zal die balen zeggen en ik trouwens ook. Ja, maar hij moet hem ook niet zo hard schieten. Gewoon met wat meer beleid. Zo. Er komt 1 minuut bij. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Nog steeds in aanval. We gaan rusten. En dat met een verrassende score. Aftrap tweede helft. Daar gaan we. Daniel, ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Bal toch weer kwijtgeraakt tijdens die uitbraak. Hij troeft hem fysiek af en heeft de bal weer in bezit. Dat zag hij goed. Wat een loopactie zeg, hij blijft aan de bal. En we wisselen weer van balbezit. Ruimte voor de counter. Die kan de uitkomende keeper makkelijk pakken. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Doorgebroken met de bal. Die bal gaat er schitterend in. En met deze aftrap is de stand 6-1.
bal onder schep. Christopher Nepunku. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Dat leek op een mooie kans. Maar het spel wordt afgefloten voor buitenspel. Dat was op het randje. Een inworp voor de tegenstander, want die paas kwam net niet aan. Goed gezien, mooi uitgevoerd. Hoge steekpaas. Wat een zwakke paas. Linea recta naar de tegenstander. Komt dat schot? Weer betoond aan Hugo. Hard geraakt die bal, maar niet over de lat. Dan baalt hij van zich dat hij alsnog de gele kaart krijgt. Ja, scheidsrechter had het wel gezien hoor. Maar hij liet goed doorspelen. Deze scheidsrechter heeft het prima in de gaten. Saul. Blijft goed aan de bal. Balbezit naar de tegenstander. Francis Coquelin. Er ligt een counter op de loer. En dan de voorzet. Die verdedigers moeten zich haasten nu. Die bal is een makkie voor de keeper. Daniel Malen heeft duidelijk veel last van die blik. Doelman ertussen, het spel gaat verder. Hij net iets te vroeg gelopen daar. Alassane en Plea. Doelman hoeft niet eens te bewegen voor die bal. Hij wordt hier opgejaagd. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Anthony Martial. Die sluiting heeft niet het gewenste effect. Ze komen weer in balbezit. Die steekbal is gevaarlijk. Op tijd vertrokken. Doelpunt met een prachtig geplaatst schot. Nou, dit is dan toch wel een opmerkelijke treffer. Hè? Ja. Die steekpaas, die is briljant. Daar is helemaal niets mis mee. Perfect op maat. Wat een mooie actie zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Zo, hij stopt dat schot. Nou, ik hoop voor hem dat er een foto is gemaakt. Komt er een doelpunt aan? Bam! En dat is een mooi doelpunt. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zege komt daardoor niet meer in gevaar. Christopher Nepunku. Niet heel erg verstandig, toch? Want hij heeft al een gele kaart op zak. Overtreding, maar hij komt er met een waarschuwing vanaf. Ik denk niet dat de scheidsrechter een volgende keer weer zo coulant zal zijn. De verdediging werkt die bal goed weg. Ja, nu kan er een counter komen. Alassane Plea. Stevig getackled, maar voordeel gegeven, juist. Ik vind het een... Ik dacht, die gaat hem er zo inkopen, maar hij werkt hem gewoon naast. Wat een pechvogel, Jeroen. Ja, nou, of hij moet gewoon beter zijn tijd nemen, hè. Maar in ieder geval gaat de bal langs de verkeerde kant van de paal. Christopher Nepunku. Hij kan mooi doorstomen daar. De bal gaat richting medespelers in het centrum. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Oh, dat doet hij mooi zeg!